Ruud de Wild richt zich tot zijn 152.000 volgers om de 12e verjaardag van zijn dochter Teddy te vieren. Hij deelt een recente foto van haar, maar neemt ook een stap terug in de tijd met schattige beelden van Teddy als kleuter. De tijd vliegt voorbij, merkt hij op, en nu zijn ze samen op pad naar Sephora en Subdued, verwijzend naar het bekende cosmetica-merk en trendy modebedrijf. Voor Ruud de Wild is het normaal om als DJ altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste muziek. Als volwassene leidde hij meestal de weg voor zijn oogappel, maar dat is nu anders. Teddy deelt nu Spotify-afspeellijsten vol met nieuwe, obscure muziek. Ze navigeert zelfs in de auto en ze delen nu ook hun geheimen. Ruud ervaart deze veranderingen niet als een probleem. Hij beseft plotseling dat hij al 12 jaar trots is op Teddy en ongelooflijk veel van haar houdt. Hij feliciteert haar met een hartelijke boodschap: gefeliciteerd Tedje. Dit emotionele bericht verzamelt in slechts enkele uren meer dan 4500 likes en 200 reacties, wat aanzienlijk succesvoller is dan de gemiddelde post van Ruud, volgens de analyse-tool CrowdTangle. Beroemde collega's en fans feliciteren Teddy, waaronder Ruuds voormalige partner Olcay Gulzen. Ook Bridget Maasland, Chantal Jansen en Bettina Holwerda laten warme woorden achter voor Teddy. Teddy de Wild is de jongste dochter van Ruud. Tijdens zijn eerste huwelijk met mediapersoonlijkheid Tatum Dagelet kregen ze dochter Toy Travis, 20, die ook de verjaardag van haar zus viert. Ruud verwelkomde Teddy tijdens zijn tweede huwelijk met Aafke Burggraaf, waaruit ze ook zoon Johnny, 14, kregen. Toen Teddy afgelopen zomer de basisschool afrondde, kon Ruud niet helpen maar een traantje wegpinken. Hij deelde bewust een selfie van hen samen en maakte er een luchtige opmerking over.